gedeeltelijk mijn team. Ja, als je geïnteresseerd bent in de arbeidsbemiddeling via BD for Women of de zusterorganisatie BD Recruitment, dan kun je je bij ons aanmelden. Dit is in het kort over mijn twee bedrijven. En eigenlijk wil ik het een beetje interactief maken, want ik sta hier wel als coach, als deskundige op mijn, of in mijn vakgebied. Toen de vraag zondag aan mij werd gesteld, zou jij willen spreken? Nou ja, in mijn enthousiasme heb ik gewoon ja gezegd. Maar ik wist begon niet wie er tegenover me zou komen te staan. En ik wist niet of ik het nou moest hebben over ondernemerschap of onder de ondernemer op de werkvloer. Dus ik wil het interactief maken en stel vragen aan mij en dan zal ik kijken. Je hebt het net over dat je mensen daar iets toebegeleidt. Wat doe je met de mensen en hun netwerk? In hun netwerk of ja, met hun netwerk? Dat ligt eraan. Kijk, alles, ieder mens is uniek. En als ik precies weet wat jij graag wil en waar je naar op zoek bent en hoe je je netwerk moet vergroten, daar zijn verschillende trainingen voor die wij aanbieden. Het kan ook zijn dat ik jou meeneem in mijn netwerk. Want ik weet niet, wat is je achtergrond? Want je had het net wel even verteld, maar de andere mensen die... Ik werk met ballonnen, daarnaast ook nog met poppen ja. En daarnaast ook nog met voedingssupplementen. Oké, en wat zou je van mij willen? Ik zou, zoals het er nu uitziet, denk ik dat je heel weinig met mij kunt. Weet ik niet, want wat wil je precies? Ja, ik ben gewoon eens aan het luisteren van, goh, ik heb een man die bij wijze van wel werk zoekt. Zou eigenlijk in een persoonlijk gesprek verder moeten kijken, denk ik. Ja, ja. Nou ja, je hebt net mijn kaartje gekregen en je man is op zoek naar werk, dus die kan zich sowieso wel bij die is mij... Die is niet op zoek, die zit nu nog ergens. Maar ik was gewoon benieuwd, omdat je nu een aantal punten aanschuift, ja. Is het heel grote lijnen. Ja. Is denk ik, als ik iets verder wil meer weten, dan is het een makkelijker persoonlijk gesprek voor me. Dat kan. Je kunt gewoon contact met mij opnemen. Ja. En dan gaan we eens kijken wat we kunnen doen qua een netwerk vergroten of marketingactiviteiten, als ik het zo een beetje kan proeven. Oké, ik heb ook wel nog een vraag. Ja. Je richt je natuurlijk op de vrouwen met name. Ja. Wat is het verschil tussen een vrouwelijke en een mannelijke ondernemer in jouw perceptie? Een vrouw die werkt met name vanuit haar emotie. En een man vanuit het denken. En dat is wetenschappelijk bewezen. Maar ook als je gewoon in het zakenleven als vrouw zijnde tegenover een vrouw zit. Ja, dat is toch wel anders. Omdat je echt vanuit emotie en je gunt het elkaar. Want het is natuurlijk een gunningsfactor, het ondernemerschap. En een man, dat is nou eenmaal zo. Maar die kijkt meer naar de feiten. En een vrouw echt meer vanuit emotie. Tenminste, dat is mijn beleving. En hoe heb jij dat dan opgepakt de afgelopen 10 jaar? Ik ben met BD Recruitment ben ik 10 jaar geleden begonnen. Maar de allereerste onderneming, toen was ik 26. Dat is 40 jaar geleden. En de allereerste onderneming ben ik begonnen in Suriname. Ik heb het eerste uitzendbureau op Nederlandse wijze daar neergezet. En dan kom je als 26-jarige, en ik kom uit Brabant, jullie horen mijn zachte G waarschijnlijk. En dan kom je als 26-jarige met je zachte G in Suriname even uitleggen hoe het beter kan en hoe je dat anders kunt doen. En over het algemeen in Suriname, vooral in die tijd, de meeste directeuren waren man. Zijn man. En dan moet je daar maar eens even tegenop gaan botsen. Terwijl zij misschien hele andere verwachtingen ook hebben dan echt met jou praten vanuit jouw kwaliteiten en wat jij kunt aanbieden. In plaats van een avondje gaan stappen of zoiets. Maar daar heb ik het dus met name meegemaakt wat het verschil ook is met een wat oudere man zaken doen. Dus van 14 jaar geleden. En als ik naar nu kijk, als ik nu zaken doe, bijvoorbeeld in Suriname of in Nederland of in België, dan maakt het niet uit.
Maar als ik nu gewoon kijk dat er gewoon een hele verschuiving heeft plaatsgevonden. En dat er gewoon veel meer vrouwen nu ook aan top zitten en in topfuncties ook ergens zijn. Ja. Kun je wel een succesverhaal vertellen van een van je klanten? Wat zij heeft meegemaakt? En heb je het dan over een ondernemer of heb je het dan over een kandidaat? Ondernemer. Ik heb aangrijpend en ook een succesverhaal. Een van de kandidaten vanuit het alleenstaande moederproject, die er dus voor heeft gekozen om als zelfstandig of als freelancer dan aan de slag te gaan. Zij kwam bij ons binnen en had een drugsverleden. Maar ook een drugsverleden in de zin van ook drugs vervoeren vanuit het buitenland naar Nederland, dus ook detentie. En kinderen ook uit huis geplaatst en dergelijke. Nou, gewoon een hele moeilijke situatie. Zij heeft dus de verschillende empowerment trainingen, maar ook counseling sessies bij ons gevolgd. En heeft dus een proefplaatsing eigenlijk aangeboden gekregen. In combinatie met een studie. En daarnaast dus ook op een gegeven moment de coaching naar het zelfstandig ondernemerschap. En ik mag dus met trots zeggen, want het is 6,5 jaar geleden, bijna 2 jaar geleden bij ons gestart. En ik mag met trots zeggen dat zij vorige maand is geslaagd voor haar studie van tandartsassistenten. En daar werkt zij nu als freelancer. Sorry, want je hebt het zeg maar over empowerment. Ja. Maar zou jij bijvoorbeeld in het kort kunnen uitleggen hoe zo'n track dan plaatsvindt? Waar focussen je op? Wij kijken niet naar de beperkingen, maar we kijken juist naar het verruimen van. En dat je er anders tegenaan gaat kijken. En dat je dus eigenlijk de positiviteit eruit gaat halen. En niet in een negatieve sleur blijft draaien. Wij letten ook op uitstraling, wij letten ook op kleding. En op het moment dat er bijvoorbeeld iemand binnenkomt en laten we het even over de vrouw hebben, over BD for Women en niet over BD Recruitment, over BD for Women. En ze komt bijvoorbeeld binnen, wij hebben wel een bepaalde dresscode bij ons op kantoor, maar dat kun je ook wel zien. Op het moment dat diegene het traject dus heeft gevolgd, en wij hebben het dan ook over uitstraling en je hele presentatie, dan hebben we het ook over je kleding. We hebben het ook over bijvoorbeeld een make-upje als je dat gebruikt. We hebben het over je haar en hoe jij je naar buiten moet presenteren. Vandaar dat wij ook filmopnames maken. Ja. En als je dan ziet dat iemand eigenlijk een beetje gebogen naar binnen komt de eerste keer en dat die gewoon op hakjes, want dat helpt sowieso al met het rechtstaan, en met de schouders naar achteren en gewoon trots op zichzelf, na een half jaar van het traject weer weggaat, ja, dan heb ik mijn werk goed gedaan. Ja. Dus het is voor jullie dan eigenlijk ook heel belangrijk dat... Dus jullie proberen eigenlijk hoe vrouwen naar zichzelf kijken, dat is wat jullie proberen... Hoe je naar jezelf kijkt, maar ook hoe je je naar buiten presenteert. Okay. En hoe jij ook overkomt. En bijvoorbeeld als zelfstandig ondernemer, dan heb jij ook gewoon een bepaalde uitstraling. Je moet gewoon stevig in je schoenen staan, want je wil ook weer met dat, je wil je product verkopen. Ja. Dus dan moet jij gewoon stevig in je schoenen staan en je moet in jezelf geloven. Want als jij niet in jezelf gelooft, hoe kan een ander dan in jou geloven? Okay. En dat is wel hetgeen waar wij ook heel sterk in empoweren. We doen dat in groepen en individueel. Ja, als ik het heb over zelfstandig ondernemerschap, dan is het echt wel, krijg ik wel muziek erbij. Dus, nee, maar als we het hebben over zelfstandig ondernemerschap, dat is maatwerk. En dan is het gewoon wel 1-op-1. Dan kan het zijn dat er bijvoorbeeld een business class plaats gaat vinden met meerdere mensen, zodat je ook gewoon lering van elkaar kunt krijgen. Even kijken wat er van de muziek kan. Oh, ik heb er geen last van. Oh nee, ze zijn echt met een les. Nou ja, dat is ook de school. Ja, nou ja, hebben jullie er last van? Want dan ga ik gewoon harder praten. Ja, zo dan. Of ik moet gewoon op de maat praten. Ik vind het storend, maar het is al afgehouden.
het is storend. Het is wel het buurthuis, dus de school die heeft hier.